Wat moet een gehaakte burgemeestersketting in een vierdaagse museum? En hoe kan je na de eerste dag van de vierdaagse je voeten het allerbeste verzorgen? Dat en nog veel meer hoor je het komende uur vanaf de wedren. Welkom in het Vierdaagse Journaal live. One down, three to go. De dag van Elst zit erop. Voor heel veel een makkie, voor sommigen al een loodzware dag. Maar in ieder geval een feest. Zeker in Elst. Moet dat nou zo hard? Jazeker, we gaan Elst laten stuiteren vandaag. En wanneer stuiteren we het op zijn best? Van links naar rechts. Ik heb eigenlijk één belangrijke vraag, hè. Wat heeft de Vierdaagse met God te maken? Nou, het hele leven heeft met God te maken, dus ook de Vierdaagse. Even naar de kerk. Ga nou even naar de kerk. Dat is leuk voor jullie. Jullie zien er een beetje geestelijk armoeig uit. Even naar de kerk. Wat heb jij nou? Zo makkelijk is dat, dominee. Door wie ben jij in een soldatenpak gehesen? Wil je zelf? Maar dan is normaal zijn kindsoldaten heel zielig. Nee hoor. Jij niet? Ben je ook geen kindsoldaat? Wat wil je laten worden? Legerman. Echt waar? En dan? Weet ik niet. Jawel, waarom ga je in het leger? Omdat ik het leuk vind. Nee. Ja, ook. Net als opa. Is dat opa? Ja. We hebben het leger gezegd. Ach, ja echt? 39 jaar, ja. Nou ja. En dan ga je je kleinkinderen toch niet besmetten met die onzin? Nee, dat is waar, dat is waar. Dat is wel mislukt. Maar het trekt wel aandacht, hè? Enorm. Maar dan komt hij op tv. En dan gaan we. Pas op, wandelmoment. Snel verkeer. Snel verkeer. Pas op, in de wandelmoment. Als je nou de 20ste keer vergelijkt met de eerste keer, wat heb je bijgeleerd? Je eigen tempo te leren lopen. En goed voor je voeding te zorgen. Aha. En wat thuis achter is, wat ik achterlaat. En wat laat je achter dan? Nee, mijn vrouw laat ik achter. Ja. Die heeft een herseninfarct gehad, dus daarom loopt ze met mij mee. Oh, daar staat er Annie, loopt ook mee. Ik zag het niet eens. Ja, kijk, dat is Annie. Jeetje. En hoe is het met haar? Dat wil niet. Het is anderhalf jaar geleden, maar het praten en het alle dat zeggen. Ja. Dan ga je die week uitlopen, je gaat vast halen, want je bent een oude rot in het vak. En dan ga je weer naar huis en dan zie je Annie weer. Ja, ja. En hoe gaat het dan? Ja, dan is ze blij. Ja, en jij ook. Uiteraard, ja. En wat ga je dan zeggen? Ja, nou, ik heb het ook voor jou gedaan. Ja, ja. En dan is ze blij? En dan is ze blij. Mooi, wil je er heel veel groeten voor mij doen? Ik zal het doen, ja. Dat vind ik hartstikke mooi. Het gaat goed. Is dat nou duur zo'n foto maken? Oh, nou is hij verpest. Hoe kunnen we ze nog in? We zijn er allebei in. Maar hij is er. Ah, kijk nou wat leuk. Ja, leuk hè? Ja. Hoe heet hij? Henk. Henk? Henk, ja. Wat is Henk voor een ding? Henk is een pratende vogel. Oh, wat leuk. Ja. Nou, Henk, hoe gaat het? Het gaat heel goed. Waarom loop je zelf niet mee, Henk? Nou, Henk staat 4 dagen aan de kant. Hallo, hoe vind je... Oh, hoe vind je de Vierdaagse tot nu toe? Ja, wel aardig, hè? Ja. Totaal geen interesse vanuit de dierenwereld. Ik ben ondertussen naar boven gelopen. We zitten op 1 hoog hier op de wedren in Nijmegen. Met een schitterend uitzicht over alle lopers die nu binnenkomen. En hierbij op dit balkon staat ook ons schitterende museum. Dat gisteren door Bert van der Lans is geopend. We hebben een tijdje geleden een oproep gedaan. Heb je nou een bijzonder voorwerp met een prachtig verhaal over de geschiedenis van de Vierdaagse? Kom dat brengen en zet het bij in ons museum. Leuk is, we hebben ook een heuse conservator. Odette, fijn dat je er weer bent. Je bent de hoofdeducatie van het Valkhof Museum, maar tijdelijk onze gastconservator. Klopt, ik ben er elke dag. Wil je goed opletten, want we hebben hier 2 hele mooie voorwerpen aan tafel, die hopelijk straks het museum in mogen. Hangt ook een beetje van jouw beslissing af, goed? Ik vind het al wel erg mooi. Wilma Segers, mag ik met jou beginnen? Ja. Wat fijn dat je, wat ziet er mooi uit. Dankjewel. Waar kom je vandaan? Uit Nijmegen. Oh, dat is dan, dat scheelt. Ja. Ja. Je ziet er nogal vierdaagse rug uit, klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Waarom is dat? Nou, omdat mijn hart daar ligt bij de Vierdaagse. Ja, ik vind het zo
ja, zoiets bijzonders. Aha. Dus maar nou hebben we veel meer mensen in Nijmegen dat. Maar bij jou is het tamelijk doorgeslagen. Ja, als je het zo wil zeggen. Ja, kun je wel, ja. Waar zie je dat bijvoorbeeld bij jou thuis allemaal aan? Nou, mijn tuin is helemaal versierd. Oh? Ja, ik heb een Vierdaagse tuin. En die is 2 jaar geleden is die ontstaan. En ja, alles oranje groen. Ja, je kijkt er zelf ook nogal verbaasd bij. Ja. Wat kan ik aantreffen in een Vierdaagse tuin? Nou, de strijksurfers bijvoorbeeld. Wauw, voor de wandelaars onderweg. Ja, als toch zeker op de laatste dag, als iets er niet netjes zit voor de intocht, kunnen ze dat nog even mooi bijwerken. Leuk. Ja. Doe je ook nog andere services in je tuin? Ja, ik heb ook een dierenopvang. Nou ja, het houdt niet snel op bij jou. Ja, hè? Diertjes moeten ook verzorgd worden. Hè? Nou had ik begrepen dat jij een bijzondere wens hebt. Ik heb inderdaad een bijzondere wens. En dat heeft alles te maken met die gehaakte burgemeestersketting die ik aan het begin van de uitzending omhoog heb gehaald. Ja, dat klopt. Vertel. Ik heb jaren geleden al een poging gedaan om te kijken of er niet eens een keer een Vierdaagse burgemeester zou kunnen komen. Je hebt hier een nachtburgemeester. Je hebt het burgemeester van het dorp, zeg maar. Ja. Hè? En onze meneer Bruls natuurlijk, hè? De burgemeester. En die Vierdaagse heeft geen burgemeester? Nee. Ik vind het een supergoed idee. Ja. Zou jij een geschikte kandidaat weten voor het burgemeesterschap? Ja, dat is toch wel moeilijk. Ik heb enkele jaren geleden een oproep gedaan. Mm-hmm. Ik ben hier over het terrein heen gegaan. En er waren verschillende kandidaten die toch zeker wel geschikt waren. En wie is de beste tot nu toe? Ja, nou, het is, uiteindelijk is het niks geworden. Nee, maar we moeten nu iemand gaan zoeken. Ja. Wie stel je voor? Ja, dat is een hele goede vraag. Misschien kom nou maar heb jij gewoon met je antwoord. Ik denk dat je jezelf bedoelt. Nou ja, misschien. Je zit nu gewoon een beetje vals bescheiden te doen. Maar je hebt je volledig uitgedost. Ik hebt je eigen ketting al gehaakt. Ja. Jij wil de Vierdaagse burgemeester worden, Wilma. Het lijkt me geweldig leuk. Mooi. Hoe kunnen we dat vormgeven hier? Nou, ja. Je hebt al een vlaggetje, dat is goed. Nou, ik zie hier nog een bloeketje. Een echte burgemeester heeft een bloeketje. Neem je die er ook bij. En dan kunnen we alleen maar zo lief mogelijk kijken naar de Vierdaagse organisatie. Hier zit Wilma. En ze wil heel graag burgemeester worden. Nou, we merken het wel. Wat moet er in het museum, Wilma? Nou, de ketting dan. De ketting. Die laten we achter, hè? Ja. Ik hoop enorm dat het gaat lukken. Dat zou toch heel mooi zijn. We hebben, die is gehaakt. We hebben nog een ander haaksel aan tafel. Klopt. En dat is van Mieke Mildenburg. Wat heb jij allemaal gepunnikt, Mieke? Nee, dat heb ik niet zelf gedaan. Dat heeft mijn moeder gedaan. Vorig jaar al, toen ik met mijn dochter voor het eerst de Vierdaagse liep. Ja. Toen kregen wij een mascotte. En mijn ouders wonen in het midden van het land. Zijn zich helemaal niet bewust van de Vierdaagse kleuren. Dus ze hadden bijna een spijkerbroek aangekregen. Maar toen zei nee, nee, nee. Nou, een vriendin van mijn ouders wees op het laatste moment op de juiste kleur. Dus zo zijn ze toch oranje-groen geworden. Dus jouw moeder heeft zich helemaal suf gehaakt. Ja. En toen heb jij die meegenomen. Ja. En toen? Nou ja, dit jaar lopen mijn dochter en ik voor de tweede keer. Maar nu met 3 generaties, met mijn vader, dus opa, dochter, kleindochter. Wacht even hoor, dit is dan opa, want deze ziet er verfrommeld. Ja. Oh, zit aan elkaar. Ja, ik heb dit ze even, opa. Ze omarmen elkaar en, heel gezellig. Dit maar ben jij niet dan? Meer. Ja, zoiets. En dit is dan je dochter? Precies. Ze zijn tamelijk identiek. Ja. En die vierde? Die is speciaal voor het museum gehaakt. En waarom moet die nou in het museum? Nou ja, omdat wij dachten gewoon, mascotte, je loopt de Vierdaagse voor de gezelligheid samen. Symbool van alle gezellige mascottes in de hele Vierdaagse. Vind ik een mooie reden. Ik vind het een supergoed idee. Ja, heel goed idee. Ik kijk even hoopvol naar onze conservator. Odette, wat vind je ervan? Ik vind het wel erg mooi. Inderdaad, heel identiek. En opvallend natuurlijk ook overal alle Vierdaagse kleuren. Maar het meest duidelijk vind ik er ook eigenlijk wel dat die Vierdaagse heel wat meer is dan alleen lopen. En dat iedereen al lang trends, van tevoren druk bezig is. Druk met mensen lopen voor goede doelen. Dat gaat op shirts. Daar halen ze geld voor. Op zijn er geloof wel 12.000 goede doelen. Het wordt steeds groter. En dit hoort er echt bij. Ja, vind ik ook. Dus vind mag ik zeker. Het wat jou betreft? Ik vind het wel. Deze gaat erin. Dan zitten we nog met Wilma. Nou, ik vind het ook wel omdat het alle twee gehaakt is. En alle twee rood en oranje vind ik het wel heel mooi bij elkaar in één kastje. Dus denk de ketting dat? Mag erin? Ja, en dan samen. Wilma, die past er denk ik niet in. Nee, oké. Okay, maar steun jij haar burgemeester? Dat zeker. Oh, Wilma, het begint serieuze vorm aan te nemen. Spannend. Odette, we vragen jou ook elke dag van neem iets mee wat het museum in moet. Ja. Wat heb je bij je? Ja, ik moest weer eventjes... Ga maar weer even bukken, moment. Dat zijn we gewend van je sinds gisteren. Ze is even weer verdwenen, maar ze komt zo weer terug. Kijk. Nu geen plant. Nee. Wel een grote doos. En wat zit erin? En daar zit in... Een
wandelschoen ontworpen door Jan Jansen. Oh, kijken. Jeetje. Jan Jansen is schoenontwerper. Hij komt oorspronkelijk uit Nijmegen, is hier geboren. Aha. En hij heeft deze speciaal gemaakt voor de 100ste Vierdaagse. Een kleine oplage van 100. Is het nog niet gedragen? Nee, het staat in het museum. In het depot van het museum. Aha. Oh, ja. Deze moet er gewoon echt in. Ja, vind ik Zou je dit nou serieus aankunnen doen tijdens de Vierdaagse? Een aantal mensen heeft ermee gelopen. Je ziet er een beetje uit als een homoseksuele Duitse miljonair, toch? Ja, het ligt eruit. Misschien is het wel een heel klein schoentje. Voor vrouwen is misschien die goed. Misschien valt het dan wel weer mee. Nou, ik keur deze ook gewoon goed. Ja. Dus die mag ook het museum in. Okay. En dan hoop ik dat je morgen gewoon terugkomt. Ja, zeker. Want dan gaan we weer een nieuw voorwerp krijgen. Wilma, ja, tot slot. Ja. Wat zou jouw eerste burgerlijke zin zijn richting alle wandelaars? Op een formele toon. Nou, de eerste plaats zou ik ze allemaal heel veel succes willen wensen. Vind ik wel makkelijk. Heb je nog iets slimmers? Okay. Daarnaast zou ik willen zeggen, geniet ervan. En om dan toch ook nog even de woorden van Maarten van der Weijden te gebruiken. Lukt het dit jaar niet, volgend jaar een nieuwe kans. Dit vond ik burgemeesterlijker. Ja, oké. Dankjewel. Allemaal heel veel succes. En het museum moet vol, Odette. Tot morgen. Ja, tot morgen. Leuk dat je er was. Vorig jaar was de snelste deelnemer een rolstoeler. En die ging zo snel dat hij sneller binnen was dan de eerste wandelaar. En dat vond de organisatie van de Vierdaagse niet zo heel erg leuk. Want hij was al binnen voordat de controleurs klaar stonden. Dus dit jaar ging hij wat langzamer van start. En ik heb het over Ronald van Dort. Hij zit in een rolstoel omdat hij tijdens een militaire uitzending naar Uruzgan twee benen is kwijtgeraakt. En wij waren vanochtend al bij hem toen hij wakker werd. En toen is hij gaan rollen. En hij was, ik heb het hier, al iets later dan vorig jaar binnen. Namelijk om 10:00. Niet als eerste, joh. Dat moet wel. Ik kan er niet van doen. Je moet gewoon rustig. Feliciteer, man. Goed gedaan, hoor. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar wat ben je laat? Ja, val mee. Ten opzichte van vorig jaar, niet meer de eerste, maar dat wilde je ook niet volgens mij, hè? Nee, ik doe hem voor mezelf. En je mocht niet zo hard, dus ja. Hoe is het bevallen? Want je zegt dat je mocht niet zo hard. Hoe ging het onderweg? Ja, in het begin was het wel lastig om in te houden. Maar ja, je merkt wel dat je, hoe langer je aan het rollen bent, hoe sneller je weer in je oude ritme komt. Dus eigenlijk weer te hard gaat. Maar ik had allebei mijn stempeltjes, zover ik weet. Dus dan denk ik, dat kan ik wel doorrollen. Ja, onderweg is best wel druk al hoor. Want je hebt natuurlijk dus 30 kilometer lopers. Die zit daar, kom je doorheen. Want daar klikken wij in aan. Dus ja, dan lopen er al mensen voor je. Dus er zijn al aardig wat mensen wakker, zeg maar. Het was de eerste keer 50 kilometer. Hoe ging dat? Ja, ging goed. Ja, het zijn er maar 10 meer, hè. Dus ja, ik zit gewoon tussen je oren. Blijf nuchter allemaal, hè. Ja, het is gewoon... Ja, als je de 40 kan je de 50 ook. En nu? Want je kan nog niet echt finishen, of wel? Nee, ja, om 12 uur kan ik pas mijn startkaartje voor de volgende dag halen. Dus ik ga eerst een broodje eten en wat drinken, denk ik. Ik ben eens even naar beneden gelopen, naar de mensen op de begane grond van de wedren. En die hebben er al 30, 40 en 50 op zitten. Zo, 50 zie ik. Hoe ging het vandaag? Ja, best goed. Wie ben je? Tevreden. Wie ben je? Wie je bent? Lawaai hier, hè? Sorry. Tim. Uit? Huissen. En uit Nijmegen. Ja, je moet kiezen. Wat is het nou? Huissen en ik woon nu in Nijmegen. Ja, Nijmegen het is. Je bent 50 gaan lopen. De hoeveelste keer? De eerste keer. Oh, ook jouw eerste dag van Elst. Hoe was het? Hartstikke leuk. Wat vond je het zwaarst tot nu toe? Ik denk het stuk bij Arnhem. Al klachten? Een beetje aan de enkel, maar verder niet. Je bent gewoon stoer aan het doen. Hè? Je bent een wrak, maar je gaat gewoon door. Overmoed. Heerlijk. Ook 50? Eerste keer? Derde keer. Jij weet beter hoe het moet. Lopen jullie samen? Ja, wij lopen wel met z'n tweeën. Jij kan gewoon tips aan je vragen. Vragen kan altijd, ja. Of het helpt. Hoe zijn je voeten eraan toe? Goed. Ja, knie iets minder, maar de voeten gaan goed. Ja. Oh ja, we hebben gewoon deskundigen hier op de wedren. Dus je kan je straks gewoon gratis laten behandelen. Dat regelen wij gewoon voor de wandelaars, want daar houden wij van. Niet op voeten trappen. Hoe ging het? Goed hoor. Klachten? Nou, valt mee. Hier wel, hè? Dit is een ramp. Nee, valt ook wel mee. Oh, het valt allemaal wel mee. Want wij zijn zo benieuwd. Na één dag, wat ga je dan aan je voeten doen? Wat ga je doen?
rusten, omhoog doen. Zo simpel. Verder niet te veel aan pielen. Gewoon omhoog en rustig aan. Precies, lekker omhoog. Weinig doen. Het zou best voor de eerste twee dagen goed kunnen gaan. Dag drie wordt natuurlijk minder. Wat ga je aan die knie doen? Aan die knie? Ja, ik heb een brace. Die ga ik dragen en dan kom ik wel doorheen. Door... Je hebt altijd knieklachten? Sinds 6 jaar. En hoe oud ben je? 26. Dat is best wel vroeg, hè? Zuinig op zijn. Zullen we eens even naar onze deskundigen lopen? Want die hebben hier een heuse massagetafel klaarstaan. Ik heb het over René Driessen en Jesse Ebers. René, wat fijn, jullie zijn podoloog. Ja, we zijn podotherapeut. Dat zeg ik. Ongeveer, ja. Hoe word je een podotherapeut? Wat voor diep kinderlijke wens zit daarachter verborgen? Nou ja, je moet een soort voetfetischist zijn. Dat is niet echt. Maar ik heb bijvoorbeeld fysiotherapie gedaan. Daarna ben ik podotherapie gaan studeren. Om wat meer aandacht te besteden aan de voeten. Wat doen jullie dan precies? Want Jesse is al flink aan het kneden, trekken, duwen. Maar wat is de kern van de podotherapeut? Dat is, wij verhelpen of voorkomen klachten in het bewegingsapparaat voortkomend uit een standsafwijking van de voet of mobiliteitsbeperking in de voet. En dan gaan jullie flink aan het werken. Is het... Ja, wat Jesse nu doet is eigenlijk de mobiliteit testen van de voeten. En... Van het algehele onderstel, zeg maar. Het onderstel. Ja, want je hebt heel veel soorten voeten en benen. Hier zie je ook weer een fraai stelletje. Ik kom zo bij hoor, niet weglopen. Maar is het nou, hou je oren dicht, is het niet een beetje smerig al die gore stinkvoeten? Met de vierdaagse wel, ja. Wat doe je daaraan? Daar doe ik niks aan. Ik zorg altijd dat ik verkouden ben. Dat is een goede tip. Of gewoon ademen door de mond. Ja, dat is ook een hele goede, ja. Goed, ik ga even vragen wat het slachtoffer is. Hallo, wie ben je? Ik ben Shannon. Weet zeker? Ja. Je bent al half vertrokken, hè? Ja. Hoe komt dat? Ik ben moe. Oh, is dat het? Gewoon als iemand aan je voeten zit, val ik ook acuut in slaap altijd. Nou ja, het is ook wel nodig. Waar kom je vandaan? Amstelveen. Aha, we gaan eens even een oordeel vragen over jouw onderstel. Ben je er redelijk zelfverzekerd over? Ja. Kan tegenvallen hoor, dus luister en huiver. Nou René, beschrijf even wat je ziet en wat er beter kan. Oké, Jesse gaat even een test doen. Eigenlijk is het heel belangrijk dat je voet mobiel is. Mobiliteit is belangrijk om makkelijk, zonder te veel energiekostend, af te wikkelen. Voor de vierdaagse natuurlijk heel belangrijk. We gaan nu even testen, ze heeft wat klachten aan de knieën. De hamstrings. En we gaan nu eigenlijk kijken of dat er vanuit de voet iets afwijkend is, waardoor dat eigenlijk al zou kunnen ontstaan. Nou, ik ben heel benieuwd. Dus, Jesse gaat het doen en jij beschrijft even, dit is het wiebelen der teen. Ja, die grote teen, dat is natuurlijk het afwikkelpunt. En je ziet onbelast dat er een hele mooie bewegingsuitslag is. Bij belasting heb je eigenlijk de weerstand van de ondergrond. En dan behoort die bewegingsuitslag ook plaats te vinden. Maar dan zie je hier dat die vastloopt. Weet je wat zo leuk is, René? Na één antwoord neem ik het beroep van podotherapeut al een stuk serieuzer dan net. Dankjewel, ik ben blij met jou. Dit klonk echt heel serieus. Mooi. Dit is het wiebelen der enkel. Ja, ze gaat testen nu hoe het metazaal gewricht, dus een combinatie van gewrichten. Het metazale gewricht, een combinatie van gewrichten. Ja. Die behoort een 20 graden naar buiten toe te kunnen, of naar binnen toe te kunnen draaien en 20 graden naar buiten toe te kunnen draaien. Aha, maar je zat nu een beetje onnodige kennis te etaleren. Want dat zegt natuurlijk nooit wat het zigzag gewricht. Hoe heet het? Een beetje interessant. Ja, dat werkt goed. Ja. Even, hoe vind je de toestand van het onderstel? Nou, we hebben nu even getest en wat we zien is dat er wel blokkadevorming aanwezig is. Oh, wacht even. Hallo, je hebt blokkadevorming. Oh. Ja. En wat doen we daaraan? Nou, we gaan die middels orthomanuele technieken gouden voet mobiel maken. Nou, ik zou zeggen, pak allebei een voet en kijk maar of je er gewoon gelukzalig van die tafel af kan pijnigen. Dat is goed, dat gaan we doen. Ik moet even kijken, beschrijf ik ondertussen wat ik zie. Goed, okay. Wij doen vroeger ook wel eens gewoon dat je dan denkt van hoe hoog komt ze eigenlijk? Nou, daar zie ik geen blokkade hoor. Dit gaat wel lekker. Je hebt goed gerekt. Maar nou de voeten nog. Zo, hoe gaat het Jesse? Ja, gaat goed. Even kijken. Oh, dat ziet, wat ben je aan het doen? Kijk dan. Oh, de hele knie is naar binnen. En ik zie nu spataderen opkomen. Ga je morgen nog starten, denk je? Wel. Eigenlijk een voetwortelbeentje gaan we even op een juiste positie verplaatsen. Het voet, je gaat een voet kraken. Ik ga een voet kraken. Oh, wacht even. Kun je dat horen? Ja. Wauw, dus, oh, dit moet echt helpen. Dus, wat je nu ziet is dat we de voeten helemaal kunnen bewegen. De voeten kunnen bewegen, ja. Die ook. Als je nu draait, dus het is eigenlijk gewoon, ze is genezen. Ja, als je nu kijkt, dan is ze in kan de knie, goed weer afwikkelen. Je kunt mooi blijven liggen. Het klapt niet meer naar binnen toe. Zo simpel is het, René. En we kunnen ook weer, het kan heel simpel zijn. We moeten het net weten. Zullen we even de proef op de som nemen? Zeg, luie vrouw, kom er maar af. Je bent genezen. Nou, niet overdrijven. Ik wil even zien of ze kan staan nog. Of dat ze verlamd is vanaf het middel. Kom maar even. Lukt dat, denk je? Zo. Even voorzichtig.
draaien we even bij. Ja, voorzichtig. Oh, mijn hemel. En loop maar een stukje en beschrijf even of het beter gaat. Nou, nog niet heel erg. Maar wel iets, hè? Ja. Nee, draai maar weer om. Het is helemaal ruk. Je mag er gewoon meteen weer op. Het is nog helemaal niks. Klim er maar weer op. Zo. Nou heb ik ook wel eens gehoord, René. Dat is de laatste vraag die ik toch ethisch even aan je stellen wil. Dat het ook een psychische component heeft, hè? Vertel, wat bedoel je? Nou, het is net zo goed als je pijn hebt in je rug en je doet je vinger tussen de deur, dan heb je ineens geen pijn meer in je rug. Dus als we nu gewoon lekker tegen de aanpraten dat ze eigenlijk fantastische benen heeft, ja, dat is het misschien wel over. Dan redt ze die vierdaagse. Ga jij even met die voeten beginnen? Dan praat ik even met de psyche. Zullen we dat doen? Ja, mooi. Zo. Weet je wat ik eigenlijk vind? Nou? Dat je eigenlijk super goede benen hebt. Dus ik denk dat er eigenlijk geen enkel probleem is. Nou, ik betwijfel dat er. Ja? Wat vind je zelf van je onderstel? Nou ja, het kan beter. Het kan beter, ik breng het even over. René, het kan beter, dus alles wat je hebt. Komt ie aan. Ja, ik ga even de kruik weer naar beneden duwen. Uiteindelijk wordt ze beter. Maar hoe lang het duurt, weet niemand. Het Vierdaagse Museum vult zich langzaam met hele unieke stukken met mooie verhalen erbij. Maar hier op de wedren lopen gewoon in het wild ook hele mooie bijzondere stukken rond. Laten we eens even gaan zoeken. We hebben een lijstje meegenomen. Nou, we hebben meteen al beet. Zet hem hier eens neer. Wie is het stuk van de maand? Dat willen wij weten. Het stuk van de dag eigenlijk. Zo, hallo mevrouw. Hoi, wie bent u? Ik ben Dini. Uit? Z8. Sittard, Tini, je bent potentieel genomineerd voor Stuk van de Dag. Oh, dat is fijn, Stuk van de Dag. Wat vind je bijzonder stukkerig aan jezelf? Niks. Nee? Wil je eigenlijk wel Stuk van de Dag zijn? Nee. En dan lig je er meteen uit, ook zo makkelijk is het. Wat wil je wel zijn, de meest serieus kijkende Sittardiaan op de hele Vierdaagse? Gewoon normale meid wil ik zijn. Kijk eens wat blijer dan. Wieso? Je hebt het gewoon in je, maar bij dat stuk ben je kwijt. Zo. Meerte, daar gaan we. Nou, laten we daar zijn wegen. Daar zie ik wel een stuk. Ik zie wel een stuk. Zo. Zo, pas op je voeten. Zo. Kijk. Hallo. Hallo. Je zit in het stuk van de dag. Het stuk van de dag, geweldig. Alle credits gaan eigenlijk niet naar mij, maar naar deze dames. Zit je nou gewoon tegen de huiskamer te kletsen? Ik zit gewoon tegen de huiskamer te kletsen. Hier staat de komiek. Dus let op. Je bent, waar kom je vandaan? Nijmegen. Aha. En je hebt gelopen ook? Nee, joh.
Nee, ik loop de avondvierdaagse. Oh, vandaar dat je er zo fris uitziet. Je bent gewoon een drankorgel. Absoluut. Denk je dat als drankorgel je serieus kans maakt op stuk van de dag? Ik denk het wel, hoort er ook bij. Wat zijn je belangrijkste punten? Genieten van het leven. C'est la vie, vivir mi vida. Oh, twee talen in één zin. Heb je nog intelligente kwaliteit ook? Deze week niet. Maar gewoon in het algemeen? Nou, best wel. Jawel, zeker. Leuk, ik ga je erin houden. Hoe was de naam? Monique Bakker. Nee, gewoon Monique ook erin. Monique zit nog steeds in de nominatie. Mooi, eens even kijken. Er zijn ook hele knappe mannen hier, maar waar zijn ze als je ze nodig hebt? Eens even kijken. Oh, daar zie ik er wel in. Kom maar even. Kom maar even. Kom maar even. Je bent... Nee, dat mag helemaal niet. Zo, hallo. Je bent genomineerd voor Stuk van de Dag. Stuk van de Dag, ja. Is dat zo? Je zit in de museum Stuk van de Daglijst. Nou ja, super. Wat vind je ervan? Ja, geweldig. Vertel even wie je bent. Ik ben Gerard. Ik kom uit Kebouw. Ik ben niet familie van Jolante. Dat is jammer, hè? Ja. Maar dat is ook wel een Stuk van de Dag. Ja, daarom. Dus het heeft wel overeenkomsten. Goeie genenpool heb jij. Je hebt gelopen vanuit de 50 en desalniettemin zie je er toch nog bijzonder patent uit. Wat is de kracht van jouw stuk zijn? Ik drink veel melk. Ik kom van de boerderij, dus... Je bent gewoon een melkveehouder? Ja. Heb je dan tijd om de Vierdaagse te lopen? Ja, het wordt allemaal overgenomen, dus... Maar de vraag is door wie, want dat hangt jouw nominatie als Stuk van de Dag wel vanaf. Ben je nu je vrouw gruwelijk aan het uitbuiten of springt de familie bij? Familie springt bij, ja. Hoe is het, je hebt nu even een paar minuten kunnen wennen, hoe is het om Stuk van de Dag te kunnen worden? Het lijkt me hartstikke leuk, ja. Ik ga je erin houden. Dus geniet van deze dag en geniet van je nominatie. En uiteindelijk merken we dan wel wie het wordt. Wil je nog iets zeggen tegen de koeien thuis? Zet hem op. Als ik thuis ben... Wacht maar weer, dat vind ik nou weer geen reclame. Die koeien verstandig hebben in Nederland. Ik dacht iets van moe of zo. Nee, ik hoop dat die melktank vol zit met melk. Hoop ik ook voor je. Ja. Heb een goede vierdaagse. Ja. We gaan even verder zoeken. Zo, hallo. Ja, ik zie je. Oh, dat vind ik ook wel een leuke. Kom er even bij. Hallo. Je bent zojuist genomineerd voor Stuk van de Dag. Wauw, oké, dankjewel. Ja, wat vind je ervan? Ik vind het fantastisch dat ik zo genomineerd ben. Ja, mag de bril even af? Misschien valt het tegen. Oh nee, dat valt zelfs bijzonder mee. Hey, er zit ook een stuk op je hoofd. Wat is het? Ik geloof dat het een vis is. Het werd me verteld vandaag. Je was zelf niet helemaal zeker? Nee. Je bent niet alleen Stuk van de Dag, je bent ook blind. Blind. Het is een vis. Waarom loop jij de Vierdaagse met een vis op je hoofd? Ik hou van oranje en ik hou van glitter. En ik hou van dieren. Dus, Je hebt een accent. Waar komt het accent vandaan? Zuid-Engeland. Zuid-Engeland. En whereabouts? Whereabouts? Near Gatwick Airport. Oh, been there, done that, bought the t-shirt, threw it out again. Yeah. Wat doe jij in... Nou, ik kom wel eens in Engeland. Wat doe jij bij de Vierdaagse? Waarom ga je ondanks de Brexit toch naar Europa om hier het allerleukste outdoor event in de wereld bij te wonen? Het allerleukste outdoor event in de wereld. Dat zeg ik net. Ik hou van feesten, ik hou van mensen. Dus het komt allemaal samen. Oh, maar we maken toch even... Kijk, je kan nu gewoon je nominatie definitief maken als je even uitlegt waarom Engeland niet moet brexiteren. Ik vind Nederland te leuk, dus we moeten toch blijven. Je moet gewoon blijven. Say it to the people at home. You funny buggers. Something like that. Nee. Yes, I'll stand behind you and it's just a fish talking. Don't be crazy! Stay in the European Union! Je kans is aanmerkelijk vergroot. Dankjewel, enjoy. Zo, ook zie je nog een heel mooi stuk van de dag. Ja! Hallo! Hi, waar kom je vandaan? Ik kom bij die cameraploeg. De cameraploeg, dat maakt niks uit. Want je bent genomineerd voor Stuk van de Dag. Dat is mooi. En waar houdt dat precies in? Nou, dat je misschien wel de meest aantrekkelijke vierdaagse loper van de dag kan zijn, ook al loop je niet. Nou, dat is wel mooi. Hoe heet je? Rolf. Rolf, waar kom je vandaan? Uden, en bij welke cameraploeg hoor je? Bij die, van RN7. Nou, dat is veel minder interessant dan Gelderland. Dus kunnen we een transfer regelen? Nee, dat kan nog niet, denk ik. Hey, je hebt een beetje een slaapkamerblik. Ben je wel eens vaker stuk ergens geweest? Nee, nog nooit. Helemaal nooit. Dus nou, beschrijf maar even hoe dat voelt om nou eindelijk eens gezien te worden als mooie man. Ja, dat is wel fijn. Daar ben je wel trots op eigenlijk. Ben je ook zeker over je uiterlijk of ben je echt gewoon een onzekere man met een hoop gel? Nee, wel zeker. Leuk. Hoe ziet je leven er privé uit? Heb je een leuke vriendin? Of... Nee, ik heb nog geen vriendin. Aha! Kijk, het stuk van de maand heeft nog geen vriendin. Wat zoek je? Gewoon een leuke dame eigenlijk. Blond, donker, bruin, groot, lang, kort, dik. Ja, niet, wel iets korter dan mij en ik denk wel blond.
wel blond. Nou, kijk maar even recht in die camera. Ik ga even uit het shot. Dames en heren, charmante vind je ze niet. Geniet van het stuk van de dag. Mooi, hè? Er zijn mensen die na één dag op Laren hebben, maar dat is een tamelijk unicum. Er zijn ook mensen die na één dag al vier blaren hebben. Hi Kira, kom, ik ga even naar je voeten kijken. En mag je gewoon even allebei je schoenen uitdoen? Dan ga ik allebei je voeten even bekijken. Even kijken. Je had alleen aan je hakken, hè? Hakken en op mijn zolen hier. Volgens mij beide. Oh, als je ja. drukt, dan zie je dat het beginnen is in ieder geval. Bij die ook. Ah ja, daar. Ah, je hebt echt pech. Je hebt echt pech. Ja. Ja, shit hebben ze, hè? Ik ook, want ik moet ze allemaal plakken. Ja, ja, precies. Ja, precies. Ja, je hoopt natuurlijk op de mooiste blaren. Dus dag 1 altijd wel moeilijk. Maar zoals nu ook. Dikke blaar, veel vocht. Ja, dat is gewoon... ja, als je dat allemaal... die druk kan ontlasten... daar doe je het eigenlijk voor. Even altijd dat het natuurlijk spettert... Ja, dan komt het soms wel eens in je gezicht. Dat is minder prettig. Maar ja, je gaat wel vanavond er douchen en dan is het er weg. Ja, het begint lekker. Ja, te weinig oefenen, hè? Eigenlijk niet. Dus we gaan het zien. We gaan zien hoe ver we komen. Ja, het leuke is gewoon het contact met de wandelaar. De wandelaar komt hier binnen met pijn, voeten... En dan meestal als ze weggaan, dan zijn ze weer opgelucht dat ze weer, weer verder kunnen lopen, zeg maar. Dat is gewoon, ze zijn je zo dankbaar. En je bent met ze allen bij elkaar. Het is gewoon één grote familie eigenlijk hier. Maar ik moet ook zeggen, vorige keer dat we 25 hadden geoefend, daar had ik nergens last van. Dus ik weet niet waarvan het komt. Alleen nu heb ik ze gelijk op vier plekken. Dus ja, heb je soms. Babypoeder doen we erop. Zodat de leuke plas aan elkaar gaat hechten, zeg maar. Zodat het eigenlijk één geheel wordt. Nog 3 dagen. Gaat zien. Niet te druk maken in het leven. Dat doe ik hier ook niet over. Yes, je mag het ook aandoen. Top. Het liefst dan binnenste buiten en dan links, rechts, rechts, links. Dankjewel. En heel veel succes. Ja, komt goed. Dankjewel. En uitlopen, hè? Ja, ga ik best doen. 50 kilometer. Bij mij aan tafel 2 hele bijzondere gasten. En Odette nog steeds. En dat betekent dat we weer gaan praten over museumstukken. Bij mij zitten Jort van 14 en Marleen van 33. Welkom allebei. Jort, kan jij uitleggen wat jullie van elkaar zijn? Ja, wij zijn vrienden van elkaar en wij lopen de Vierdaagse voor ALS omdat de man van Marleen de diagnose heeft gekregen 2 jaar geleden. Mm-hmm. En dat had zo'n grote impact op ons. Dus toen zaten we aan de tafel en toen zeiden we van zullen we een keer iets gaan doen voor ALS, de Vierdaagse lopen bijvoorbeeld. Toen gingen we de Vierdaagse lopen. Dan moet je alleen nog even vertellen hoe jij de man van Marleen kent. Eigenlijk zijn we vrienden van elkaar. Wij met zijn ouders. En vandaar connecties met elkaar. Ja, en die gaat nog verder geloof ik. Hè? Want jullie hebben een bedrijf. En daar werkt hij wel eens op mee. Klopt dat? Ja, op de grasmaaier. Ja. Ja. En wat voor bedrijf hebben jullie? Een akkerbouwbedrijf. Een akkerbouwbedrijf. En dat vind jij leuk om daar te maaien en dingen te doen? Ja. Dus jij kent Bram heel goed. Ja. En toen kreeg hij de diagnose, Marleen. Hoe ging dat? Ja, dat is heftig. De wereld staat op je kop. We hebben 2 kleine kinderen van 3 en 5. Ineens, het is letterlijk dat de grond onder je voeten vandaan valt. En je leeft van dag tot dag, ja? Eigenlijk. Ja, dat kan me voorstellen. En weet jij nog, Jort, toen jij het voor het eerst hoorde, wat gebeurde er bij jou? Ja, ik was ook wel
geschrokken. Ik vond het ook wel echt heftig. Wist je wat ALS was eigenlijk? Nee, niet heel erg goed. Want zo vaak hoor je het niet, hè? Nee. Dus dan moesten ze het eerst uitleggen. Ja. Was je heel erg geschrokken? Ja. Heb je er met Bram over gepraat? Ja, wel. En hoe ging dat? Wat zeiden jullie tegen elkaar? Ja, weet ik eigenlijk niet. Was een beetje een soort mannen onder elkaar? Ja. Ja, ja, ja. Ja. En met jou, Marleen, hoe pakken jullie dat aan? Ja, de eerste dagen zit je op de bank en denk je, hoe gaan we nu verder? Vrijdag om 4:30 kwamen wij uit het ziekenhuis. En maandag om 10:00 zaten we op de bank en dachten we, oké, nu de schouders eronder. Drempel laag over mensen. En we moeten verder. Ja, vooral met jonge kinderen. Je kunt niet anders. Nee, je hebt niet veel keus. Nee. Nou ben je 2 jaar verder ondertussen. Ja. Hoe gaat het met Bram? We moeten positief zijn. Hij loopt nog steeds, al gaat hij heel moeizaam. De ziekte zit bij Bram vooral in de benen. Maar je leeft wel in angst dat wanneer gaat het verder. Ja. Het is natuurlijk is het geen stilstaande ziekte. Echt een progressieve sloper. Je bent nooit stabiel, maar je gaat met fases. Ja. Moet je dingen afstaan. Dat is voor de vrouw van Bram natuurlijk heel moeilijk om te zien. Maar jij bent de vriend van Bram. Ja. Hoe is het voor jou om te zien dat je vriend steeds zieker wordt? Ja, dat is ook wel... Kan je ermee omgaan? Jawel, want ja. Vind ik mooi. Nou zei je net al, het zit in zijn benen. En wat gaan jullie doen? Jullie gaan de Vierdaagse lopen. Ja. Wat vond hij daarvan? Ja. Vorig jaar hebben mijn ouders de Vierdaagse op Stichting ALS gelopen. En wij zaten aan de keukentafel en ik heb hem al 2 keer uitgelopen. En ik zei, nou, als jij gaat, Jord, dan ga ik met je mee. En hij ging? Ja. Bram vindt het fantastisch. Die staat, heeft ons vandaag al 2 keer aangemoedigd langs de kant. 1 keer in Elst en 1 keer in Bemmel. Marieke, zijn moeder, neemt hem mee op sleeptouw. Dus ja, dat is geweldig. Ah, mooi. En hij geniet er nog volop van. Jullie hadden je ook sponsoren. Hoeveel heb je al opgehaald, Bram? Nu staat de teller op 3800. Zo, dat is hartstikke veel. Ja. En weet je wat zo leuk is? We hebben Bram even gevraagd wat hij vindt van wat jullie doen. Kijk even mee. Ja. Lieve Jort en Marleen, jullie gaan de Vierdaagse wandelen voor de ALS. Supergoed doel. En daar willen jullie hartelijk voor bedanken dat jullie al zo'n groot bedrag hebben opgehaald samen met alle andere wandelaars die ook voor ALS lopen. We staan langs de kant om jullie aan te moedigen. En ook voor alle andere lopers. Heel veel succes. Heel veel succes. Zet hem op! Hey! Je hebt iets meegenomen voor het museum, Jort, hè? Ja, deze profeet. Het staat hier voor ons. Ja. Het is een hoop gedoe op een blok hout. Wat is het? Ja, ik kreeg van school de opdracht om een trofee te maken voor iemand die iets speciaals voor je betekent. Nou, toen wist jij het wel. Iets bijzonders heeft gedaan. Ja. En toen wist ik meteen dat ik het voor Bram zou doen. Mooi. En toen moest ik alleen nog het woord zoeken. Ja, het is E-terug geworden. Wat staat er? Ja, als je van boven naar beneden leest, dan staat er strong. Oh, is een S strong. Ja. Wauw. Wat vond je ervan, Marleen? Heel mooi. Ja, Bram kreeg hem volgens mij op zijn verjaardag. Ja. Klopt dat? Dus hij was ook heel ontdaan. En hij staat bij ons in de woonkamer op de kast. Nu niet als meer. Als prongstukje. Nu even niet. Nee, tenminste, dat ligt aan Odette. Ik schrijf hem naar jou, Odette. Van mij moet hij erin. Wat vind jij? De indruk van het verhaal, zeer aangrijpend. Dus alleen daarvoor vind ik echt dat het zeker een plaats moet hebben in het museum. Bij deze. Ja. Jongens, je hebt het heel goed gedaan, Jort. Jouw prachtige, ja wat is het, beeld gaat het museum in. Met het verhaal erbij. Marleen, komende jaar heel veel sterkte. Dankjewel. En desalniettemin heb heel veel plezier ook hier op de Vierdaagse. Goed? Ja. Mooi. Kijk, alleen maar even, Odette, jij neemt elke dag iets mee. En je hebt de schoenen er al in gezet. Ja. Wil jij deze erin zetten? Deze zet erin. Dat gaan we doen. Mooi. De kern van de Vierdaagse is binnenlopen. Alle wandelaars willen natuurlijk op vrijdag hier binnenlopen op de wedren. Je hebt mensen die onderweg even binnenlopen in een kerk. Je hebt ook middenstanders die tijdens die Vierdaagse daar helemaal op binnenlopen. Hoe was het met de centjes, met de inkomsten, met het binnenlopen? Ja,
was goed. En alleen de koffie was een beetje, de koffiezetapparaat kon het niet aan. Dus dat hebben we omgebouwd dit jaar. Hoezo omgebouwd? Naar kraagstroom. Dus dan heb je meer capaciteit, het dubbele wat we vorig jaar hadden. En dat hopen we nu allemaal te redden zo. En wat heb je nog meer extra? Wel, de wc's, daar hebben we 10 bij, maar er is feitelijk nog te weinig. Hoeveel wc's heb je binnen? 4, 6, 8 en buiten 10. Dit jaar hebben jullie extra dingen aangeschaft, hè? Ja. Zoals? 6 zangers die de hele nacht binnen gezongen hebben en nu buiten. En was er ook publiek? Ja. Ja, net als vorig jaar. Hoe komt het dat het zo populair is? Gastvrijheid, mensen voelen dat. En als je eenmaal je vaste rustplaats hebt, dan komt dat toch elk jaar weer op hetzelfde terug. Dus zie ik van mezelf, de jaren dat ik gelopen heb, dat ik elke keer op dezelfde rustplaatsen terugkom. Heb je hem zelf wel eens gelopen? Nee. Dat ga ik ook niet doen, ook niet. Waarom niet? Ik heb zelf met wandelen niks. Jij wandelt al genoeg in jouw café? Ja, ik maak meters genoeg. En ik zou het op de fiets dan niet doen. En de samenwerking met Henk, je man, dat gaat ook goed. Ja. Vlekkeloos. Ja. Hoe hou je dat vol? Gewoon doorgaan en blijven lachen. Heb je nog geslapen? Gisteravond een uurtje. En dan doen we vanmiddag om 3 uur weer een uurtje. Vorig jaar ook flink veel verdiend, toch? Ja, het was de moeite. Niet zo bescheiden. Tevreden? Ja, zeer tevreden. Nou, doe je nou alleen voor de centjes? Nee, ook de sfeer. Ik kijk er al weken naar uit. Dadelijk de boekhouding doen, hè? En dan gaan we op vakantie? Nee. Zelfs daar niet. We gaan wel 10 dagen dicht, maar we gaan niet op vakantie. We moeten dadelijk tevreden afsluiten qua financiën. Ja. Gaan we een dikke auto aanschaffen dan? Nou, een dikke auto weet ik niet. Lekker op vakantie. Ja, we gaan zeker op vakantie. Vandaag was een heerlijke wandeldag bij het frisse af. Ik heb het in 12, 13 jaar tijdens de Vierdaagse nog nooit zo fris gehad. Je zag heerlijke wandelaars langskomen. Maar ja, wat wordt het weer morgen? Hè? En met name, hoe wordt het lokale weer? Ik kijk naar Gilles Gernaerts. Wat wordt het? Hoi. Ja, wat krijgen we? Moet ik het tekenen zeker? Ja, je moet tekenen. Ja, ik word er nog goed in. Ik denk dat je de stijgende lijn pakt. Ja? We gaan naar het zuiden eerst. We beginnen met de start. Ja, gelijk temperatuur. Had ik bijna vergeten gisteren. 11 graden. Vannacht. Vrij koud. Beetje zoals nu. Beetje opklaring uit wolken in de ochtend. Prima lopen weer. Dus geen probleem. Helemaal droog. Weinig wind. Prima. Heerlijk. Dan Beuningen. Ja, moeilijk punt. Ik denk 22 graden. Oh, dan is het al verdubbeld. In de middag, hè. En dan aan het eind van de middag 44. Waar gaan we naartoe? Meer zon. En een paar wolkjes nog. Is dat een vrij wolk? Zonnig. Wat teken je nu net? Ziet eruit als een baby met raar haar. Ja. Kijk even goed naar je wolk. Ja. En wind uit Noordoost. Ja. 1 tot 2. Dat is niet veel. Dat is niet veel. Rustige dag. Maar dat is toch bijna perfect wandelweer, Jules? Bijna perfect. En ook beter voor de feestjes. Ook ietsje beter. Dus, Want kouder gaan ze eerder naar huis. Als ik naar huis ga? Nee, als het koud is het met die takkenherrie, gaan ze eerder naar huis. Kunnen die wandelaars heerlijk rustig slapen. Echt goed slapen. Nou wil ik even de route afmaken. Waar gaan we morgen langs, weet jij dat? Welk? Waar gaan we de route langs morgen? De dag is van? De? Dag van? Wiegen morgen? Wat is morgen de dag? Roze woensdag? Ik kan het niet horen. Ja, het is ver. Ik kom naar je toe. Want ik wil even weten. Even bij. Ik wil even weten, dan is het ook roze woensdag. En dan lopen sommige mannen er ook schaars gekleed bij. Hè? Oh jee. Dus hoe is het uiteindelijk als we komen terug in Nijmegen? De Hertogstraat, kun je die even aangeven? De gevoelstemperatuur bedoel je? Ja, 25. En dan hier het lokale weer. Wat krijgen we? Het lokale weer. Weet ik? Ja, sorry. Ja, je gok maar wat. 26 graden. Lijkt mij heerlijk weer. Dankjewel, Jules. En trek iets roze aan morgen. Het is niet alleen wandelen tijdens Vierdaagse. Het is ook echt keihard feesten. Maar ja, waar moet je naartoe? Er zijn ontelbare podia met nog veel meer artiesten. Gelukkig hebben wij Linda Geerding. En die gooien wij elke dag zo diep mogelijk daarin. 50! Het is de 103e editie van de Vierdaagse, maar de feesten die bestaan pas 50 jaar. Dat is een jubileumjaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. En daarom is er een expositie in de Stevenskerk. 50! Hoe is dat ooit begonnen, Marlijn?
Het is eigenlijk begonnen met een ondernemer van een fotozaak, Nico Grijpink. En was in 1969, toen was de stad helemaal uitgestorven. Iedereen ging extra vroeg naar huis om de maanlanding te kijken. Maar er gebeurde helemaal niks in de binnenstad. En hij dacht, dat kan niet. Dus hij heeft iedereen een brief gestuurd met een kwartje erop. Dit is je eerste winst. Allemaal meedoen. Dus de ondernemers zijn eigenlijk begonnen. De horeca is aangehaakt. En ja, nu 50 jaar later kan je niet meer voorstellen zonder. Hoe is de expositie precies opgebouwd? Ja, dus inderdaad chronologisch. Hier zie je echt het eerdere begin. En straks in de andere kapel zie je van de laatste jaren. Maar je ziet dat vroeger mensen gingen echt op de tribune zitten en die werden vermaakt. Het was ook maar één keer per jaar, dan ging je kijken, want dit soort dingen zag je nergens anders. En dan was er gewoon een show, spektakel. Nu hebben jullie in een week 1,5 miljoen bezoekers. Maar is het dan nog leuk? Beginnen mensen niet te klagen? Nee, het is nog leuk, het blijft leuk, want we houden dat bij. En we geven het aan als het te druk is, zodat je daar niet heen hoeft te gaan en dat je ergens anders heen kunt. Oké, dus Nijmegen is nog lang niet vol. We kunnen nog jaren feesten. We kunnen nog jaren feesten. 50! Ja, behalve de expositie kun je hier ook terecht voor concerten. Vanavond treedt hier bijvoorbeeld Roxanne Hazes op. Maar als je nou echt een beetje gek wil maken, dan kan je hier ook gewoon upstylen. En dat doen we met niemand minder dan de snelste singer-songwriter van Nederland, Colin Hoeve. Colin! Maar wat heb jij met feesten? Kijk, Nijmegen is dan opgedeeld in allemaal stukjes. En iedereen heeft zijn eigen stukje waar hij helemaal lekker zijn dingetje kan doen. En het is allemaal liefde en allemaal blijheid. En ja, ik hou ervan. Ja, en jij mag zelfs dit jaar een plein helemaal zelf organiseren. Klopt. En invullen, toch? Ja, bij Deluxe. Deluxe? Ja. Dat is een week lang? Dat is een week lang. En ik doe dan de middagprogrammering. Daar zet ik allemaal singer-songwriters neer. En die gaan allemaal mooie... Ja, dat is het rustpunt van de Vierdaagse. Ja, daarom heb ik je eigenlijk ook meegenomen, stiekem. voor de rust. Ja, voor de rust. Nee, dat jij gewoon lekker een nummer kan spelen terwijl ik naar beneden ga. Okay, want dan ben ik in ieder geval een beetje afgeleid. Ja. Want ik heb nogal hoogtevrees. Ik ook. Oh, ik ben over de rand. Ik ben over de rand. Let go. You're in the sun. Ja, dat is goed. Hé, daar sta je. Oh, ja, ja. Heel goed. Ik heb het gewoon gedaan. Super. Oh. Oh ja, Colin! Colin! Colin is toch boven? Colin! And sure, you're still insecure. But you're not hiding no more. Done with this online charade. Oh, 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 oh. Je bent bijna, je bent bijna. Dit was zo ontzettend leuk. We hebben het gewoon gedaan. Nou, dit was een fantastische aftrap van de Vierdaagse feesten. Straks dan gaan we helpen in de horeca, want ze hebben meer dan 200.000 bezoekers per dag. En we brengen Ronnie Ruisdaal in de pausmobiel naar zijn optreden op het Faberplein. Colin, we gaan bier drinken. Kom, ja, op de goede afloop. Oh, mooi. Ik ben weer even afgedaald naar de wedren. En dan kwam ik een clubje stoere Drentse mannen tegen uit Pessen. U kent er nog wel van die verrotte boot in dat veen. Maar deze zien er nog springlevend uit. Hoe ging het vandaag? Ja, ging hartstikke lekker. Nee, hartstikke mooie dag gehad. Perfecte omstandigheden. Dus nee, kan niet mooier. Kan niet mooier. Wat was het hoogtepunt? Want dat vinden we altijd leuk in zo'n journaal. Hè? Het absolute mooiste moment van dag 1. Ja, toch wel dit laatste stukje weer. Toch altijd wel weer het thuiskomen in Nijmegen. Dat is altijd wel het mooiste moment, ja. Dat zeker, ja. Wat een ontzettend rare zin is voor een Drent om te zeggen thuiskomen in Nijmegen. Ik had niet zo goed Drents, maar dat is mooi. Wie staat er naast je? Dat is een goede vriend van mij. Beste wandelmaat. We lopen nu voor de 13e keer samen. Dus het is vandaag onze 50ste wandeldag. Dus een jubileum. Ben je een wijverdingetje, maar toch leuk. 50ste wandeldag. Maar hoe is het om met hem te lopen? Nou ja, hij loopt altijd heel makkelijk, vind ik. En hij traint ook niet. Niet aan te raden. Vrienden. Jij wel, hè? Ik train wel, ja. Ik ben er gewoon bang voor dat ik het anders niet haal. En ja, spieren kun je heel snel last van krijgen. Maar voetjes gaat gewoon super. Nou hebben jullie de 50ste wandeldag. Morgen de 51ste. En morgen is het natuurlijk weer de... Morgen de 51ste, ja. Nee, de dag van... Roze. Ja, Roze Woensdag. Ja, en dan zijn er twee mannen die voor de 51ste keer wandelen. Wat gaat het worden qua outfitje? Knalgeel met... Lafaard. Drentse mop. Zo, wat ga jij aandoen, weet je het al? Nou, gewoon een ander kleurtje, denk ik. Ik weet het nog niet. Ik weet het niet. Je durft niet, hè? Ik hoop zo dat ik jullie tegenkom.
Dat is goed, ja. Het wordt perfect weer morgen. Heb heel veel plezier en geniet van elkaars vriendschap. Dat is hartstikke mooi. Ja, dat is ook bedankt. Ja. Tot in de finish. Zo, hoi. Hoe was het vandaag? Op zich wel goed. Maar? Ja, dus last van mijn voeten. Je voet nu al? Eerste keer? Derde. Dus je wist hoe erg het was? Ja, bent wel een soort van. Wat ga je doen vandaag? Hoe ga je ze verzorgen? Schoenen uit zometeen. Dat vind ik op zich een goede eerste stap, schoenen uit. En wat nog meer? Ik ruik ze ook wel een beetje hoor. Ja, heb je na 40 kilometer. Kan niet anders ook. Appeltaart. Ja. Dat is een goede remedie. Wie bakt die appeltaart? Nou, een grapje tussen ons. Maar ik wou dat iemand een appeltaart bakte. Mag best. Oh, hier zit een hele zielige jongen op de wedren. En die wil een appeltaart. Misschien komt iemand hem wel brengen. Blijf nog heel even zitten. Het is gewoon live. Dus het zou zomaar kunnen dat ze komen. Wat voor soort appeltaart? Gewoon een lekkere, goede lekkere. Zeg even je naam erbij. Duncan. Uit? Bessaan. Hij zit hier lekker op de wedren en hij wil appeltaart met slagroom. Dus als je nou een beetje hard in je donder hebt, dan kom je dat zo gauw mogelijk brengen. En wat zeg je dan? Dankjewel alvast. Mooi. Zo makkelijk gaat dat hier op de Vierdaagse. Leuk is, vandaag zit erop. We gaan morgen weer een hele mooie dag maken. Roze woensdag, de dag van Els is klaar. Morgen zijn wij er weer om 7 uur live in Alverna. Wil je de hoogtepunten van vandaag zien, dan kan dat vandaag na het nieuws. Je alles en misschien morgen om 3 uur op de wedren of om 7 uur live uit Alverna. Heb een mooie dag, wandel lekker. Tot dan. Ja, gezellig. We hebben een nieuwe burgemeester. Ja, gezellig hoor. En wat ga je volgend jaar aan doen? Ja, dezelfde jurk natuurlijk. Zou dat doen? Ja. Kan je hem jaren gebruiken? Tuurlijk. Ga je goed? Hij past goed bij de afskreten en ik heb bijpassende schoenen gekocht. Oh, wacht even. Nou, bijpassend. Bijna. Ook blauw. Nou, redelijk blauw. Dat kan volgend jaar beter. Als je ouder wordt, dan gaan de fysiek dingen achteruit. Als je pech hebt, gaan de mentaal dingen achteruit. Ja. Het leven is wel een soort verliesverhaal soms. Soms wel, ja. En hoe kijk jij nou naar die Vierdaagse? Iedereen loopt dan maar lekker. Ik heb daar zo'n respect voor. Waarom? Omdat ik dat geweldig vind dat die mensen dat vol kunnen houden doen. Ja, maar dan kan je het zelf niet. Nee, nou, dat vind ik niet helemaal erg. Word je dan niet eens boos als je zo denkt? Nee, absoluut niet, want ik ben al lang blij dat ik mijn stalen ros heb. Hallo, ik wens alle Vierdaagse lopers een schitterende Vierdaagse. Ik heb soms een hekel aan vervelende vrouwen. Dat lucht enorm op. Bij de Vierdaagse. Ja, nee.